Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft vandaag tijdens een persconferentie informatie gegeven over de nieuwe fytosanitaire regels die de Europese Unie heeft ingevoerd. Vanaf morgen gelden er strenge regels voor het exporteren van groenten, fruit, planten, zaden naar Nederland en andere landen van de Europese Unie. Alleen met een certificaat van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij kunnen plantaardige producten meegenomen of geëxporteerd worden. Voor verwerkte groenten en fruit is er geen certificaat nodig. Voor verse producten is er wel een fytosanitair certificaat nodig. Sadena Yankee van de dienst Plantenbescherming en Kwaliteitskeuring vertelt meer over de regels. Een passagier die komt of een verzender van een postpakket die koopt het altijd op de markt of haalt het van zijn of haar tuin weg om hem te versturen naar familieleden in Nederland. Dus het is dan niet het veld of, het, of de tuin is dan niet geïnspecteerd door ons. Wat niet het geval is bij commerciële zendingen. Want de commerciële exporteur weet mij goed te zeggen van waar het afkomstig is, uit welk veld, welk boer. Dus als een probleem ontstaat, kan hij hem altijd terug traceren. Dus dat zijn de grote impacts ten aanzien van de regelgeving. De nieuwe EE-regelgeving die morgen ingaat en die een impact hebben voor onze export van planten en plantaardige producten naar Nederland. Dus niet alleen, dan praat ik over export commercieel en export niet commercieel. Dus het meenemen middels postpakketten en bagage, reisbagage. Er is een certificaat nodig voor onder andere sopropo, manja, citrus, pomerak, sapotille, sterappel en andere fruitsoorten waarvan bekend is dat zij fruitvliegen kunnen bevatten. We proberen aan de EU fytosanitaire regels te houden. Maar ik wil erbij de nadruk leggen dat het hebben van een fytosanitair certificaat al sinds 1936, dat is de nationale wetgeving, geldt dat we alles wat je meeneemt, wegstuurt vanuit Suriname, exporteert, met een fytosanitair certificaat moest weggaan. Het is altijd wel een gedogen beleid geweest van het ministerie. Waarom ook? Omdat bij de passagiersgoed en de reizigers van de toen geldende EU-regels er altijd een marge was van die 5 kilogram dat niet fytosanitair certificaat plichtig was bij passagiers. Dus vandaar. Maar de commerciële zendingen die weggingen vanuit Suriname hadden altijd een fytosanitair certificaat indien het importerend land vereiste. Dat was dus Sadena Yankee van de dienst Plantenbescherming en Kwaliteitskeuring van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij vandaag tijdens de persconferentie over de nieuwe fytosanitaire regels van de EU.